vandaag gaan we een DIY uitproberen. Een try DIY. Het heeft namelijk te maken met mijn haar. Zoals je kan zien, het is aardig blond. Het is ook door de afgelopen zonnige dagen heel erg opgelicht. Gewoon één zonnestel en mijn haar kleurt heel snel lichter. Ja, het is echt heel anders dan hoe het eerst was na de kapper. En ja, ik ben het eigenlijk een klein beetje zat, deze kleur en dat er zoveel blond is. Dus ik dacht, ik ga het een beetje een kleurtje geven of verven. En ik kwam op YouTube een do-it-yourself tegen. En dat is je haar verven met kreppapier. Nou, dat is iets waar ik nog nooit van had gehoord. Sarah, die wist volgens mij ook niet dat het kon. Ik dacht echt, wat is dit? Dus we zijn heel erg benieuwd of het inderdaad zo goed werkt en of het bij mij ook werkt. Dus we hebben kreppapier gekocht. Dit is een bordeaux kleur. Dat vind ik wel heel erg mooi. En ik denk dat het ook nog wel een goede match kan zijn. Omdat mijn haar best wel een warme kleur heeft. En ja, we gaan het uitproberen. Oh ja, mocht je afvragen. Dit kreppapier was maar €1. En je krijgt er echt best wel wat voor. Dus volgens mij kan ik hier heel wat haar mee verven. Maar ik ben benieuwd hoeveel ik nodig ga hebben. En verder heb ik ook deze handschoentjes. Die zijn van de Kruidvat. Het zijn gewoon een latex handschoenen. En die zorgen ervoor dat je handen niet super erg gaan vlekken. Zo, ik heb alvast even wat dingen klaargelegd. Ik heb hier de kreppapier vast klaargelegd. Handschoenen. Ik heb hier een vuilniszak opengeknipt zodat de tafel beschermd is. Twee bakjes. Ik weet nog niet zeker of ik één of twee ga gebruiken. Een lepel om straks het mengsel te mixen. En dan heb ik ook zout. En dan heb ik alleen nog een schaar nodig om deze kreppapier straks te knippen. Dat is helemaal prepared. Dat is die al. Nou, ik heb hier een beetje warm water in het kommetje zitten. Het is niet heet, ook zeker niet lauw. Het is gewoon goed warm. Want ik ga hier dus een beetje zout aan toevoegen. En dat moet daarna eventjes goed gaan oplossen. Dus ik doe er gewoon een goede snuf in. Een beetje roeren. En dan ga ik nu de kreppapier erbij pakken. Ik zag in de video's dat de meeste mensen ongeveer iets van 3 strips hebben geknipt. Maar ja, ongeveer een strip van, wat is dit, 2 centimeter breed. En ik denk dat ik voor de zekerheid even een extra strip ga knippen. Want dan is de kleur misschien nog net iets feller. Ik heb natuurlijk niet super blond haar, dus ik wil wel dat de kleur goed gaat pakken. Ja, en we hebben best wel veel water in die bak gedaan, dus het kan best wel nog wat extra. Ja, anders doen we 5 strips. Ja. 5. Handschoentjes aan en ja, je gaat ze gewoon inleggen. Oeh, je ziet het echt meteen afkleuren, hè? Wow. Dat wordt knalroze. Oh my god. Ja, excited? Ik ben heel benieuwd. Ik hoop zo erg dat het goed gaat uitpakken op mijn haar. En dan moet je het nu denk ik eventjes laten rusten. Ik weet dus niet hoe lang, maar ik denk dat het gewoon even goed 15 minuutjes laten rusten. Zodat goed de inkt uit deze kreppapier kan gaan in het water. Zo, ik ben nu dus even aan het wachten totdat alle kleur uit de kreppapier is. En ik heb net gemerkt dat als je het een beetje zo rond swirlt. Of eigenlijk rond... wat wil ik nou zeggen? Met de lepel gaat rond bewegen. Ik kom echt niet op het woord. Maar zie je dat er wat meer inkt vanaf komt. Dus dat moet je ook eventjes goed op letten dat alles eraf komt. En ik zie dat het kreppapier ook echt al wat lichter wordt. Dus dat alle inkt gewoon in het water gaat zitten. En voordat je iets hebt van, ja, goh, dit is nu echt de inkt wat in je haar gaat stoppen. Dat klopt, het is niet haarverf inkt. Het is gewoon echt, inkt wat op papier zit. Maar ik ben gewoon heel erg benieuwd of dit een hele grappige en leuke tijdelijke manier is om je haar te verven. En het is ook super budgetproof, dat ten eerste. Want ik heb echt zo'n hele grote gekocht voor €1. Dus dat is wel heel erg leuk. En het leek me gewoon heel erg leuk voor bijvoorbeeld het festivalseizoen. Zodat je straks een beetje kan gaan wisselen in haarkleurtjes. Nou ben ik natuurlijk niet een professional. Ik heb dit ook maar gewoon op internet gezien. Dus ik weet niet of dit echt geschikt is voor mensen met heel licht wit blond haar. En hoe de kleuren daarop gaan pakken. En ik heb ook echt geen idee hoe mijn haar straks gaat aanvoelen. Omdat er natuurlijk wel een beetje zout in het water zit. Maar goed, daar is dit een try DIY voor. En ik ben gewoon zo vrij geweest om dit op mijn eigen haar voor jullie te gaan proberen. En ik hoop dat het zo meteen heel tof gaat worden. Ja, we zijn nu een paar minuutjes verder. Ik ben eerlijk gezegd een beetje te lui om nog langer te gaan wachten. En zoals je hier kan zien is het kreppapier best wel van kleur veranderd. Oftewel dat alle kleur hopelijk in het water zit. Oké, nou, ik ben er klaar voor. Ik ga gewoon een beetje de onderkant van mijn haren erin doen. Ik doe heel eventjes wat verder erin. En dan laat ik het onderste erin gedeelte erin zitten. En dat doe ik zodat ik niet zo'n hele rechte, strakke lijn krijg. Hoop ik. Op hoop van zegen. Dit is al mijn haar, toch? Oh, wacht. Nee. Oké.
Here we go. Dus je hebt het erin gedipt en daarna een stukje omhoog gehaald, toch? Ja, dus je ziet een gedeelte dat nu zeg maar wel roze is, maar dan weer eruit hangt. En een gedeelte hangt ook echt er gewoon in. Ah. Heb ik het een beetje gelijk gedaan? Volgens mij niet. Dat is heel lastig te zien. Larissa is nu haar haren aan het wassen. Hallo! Geen idee of ik dit zie, volgens mij niet. Nee. Ik heb net mijn haar uitgewassen en je kan wel iets van een soort van roze gloed zien. Maar zoals je kan zien is het echt nog niet ja, roze of eigenlijk wat ik had gehoopt. Dus we dachten misschien hadden we gewoon te veel water gebruikt en te weinig creppapier. Dus ik heb gewoon hier nog steeds de bak staan met het gekleurde water. Ik ga het gewoon herbruiken en ik ga nu gewoon alles van deze van dit creppapier ga ik opknippen. Ga ik hierin doen en dan gaan we het gewoon nog een keertje uitproberen. En dan hopen dat het deze keer wel een stuk verder gaat pakken. Ja, als het dan niet lukt, dan heb ik echt alles geprobeerd. Gaan we hier een lekker soepje van maken. Zo! Dan hebben we een goede snufzout. Oh ja, nu zit er wel echt veel in. Ik denk dat dit beter is. Het is niet echt zoveel... Ik heb niet heel veel water over nu wat er boven hangt. Poging nummer 2. Zo, ik heb mijn haar gewassen en ik heb het gefeund. En dit is het resultaat. Zo, nou zoals je kan zien, je ziet wel echt een kleurtje. Je ziet wel echt dat het roze is. Maar het is echt veel minder fel als ik had gehoopt en gedacht eigenlijk. Want ik had dus wat douches zelfs op YouTube gezien. En bij die meiden ging het wel veel beter. Terwijl die ook gewoon een beetje hetzelfde soort kleur haar hadden als ik. Maar het is nog steeds wel gewoon gelukt. Want je ziet wel echt gewoon de roze kleur hierin zitten. Ik heb trouwens ook wat vlekken op mijn arm in één keer toch gehad. Ik had niet helemaal door dat die er zaten. Dat had ik die wel weggeveegd. Maar nu heb ik wat roze vlekken hierop. Maar die gaan er vast op een gegeven moment af met een beetje wat scrubben. Ik denk dat dit haar ook wel heel erg leuk staat. En als ik er wat krullen in ga doen. Dus dat ga ik nu eventjes doen. En dat gaan jullie zien na deze clip. Ik heb mijn haar in de krul gezet. En ik vind dat ik het nou ook wel echt een stuk beter zie dan net. En ja, zo ziet het eruit. Dit is nog een beetje dus mijn oude kleur. Dus dan kan je heel goed het verschil zien. Ik vind het wel geinig staan. Staat ook gelijk goed bij dit shirt. Shirt is van Lovies trouwens. En we krijgen nog steeds heel vaak de vraag over wat we aan hebben in video's. Staat altijd in de beschrijving van de video. Het lijkt weer een beetje wel op het rose gold haar. Wat we een keer al in een andere video hebben gemaakt. Zal ik ook eventjes in het i'tje linken. Als je die video gemist hebt. Maar dit is misschien een wat meer budget-proof-achtige versie. Taar! Ja, wat vind jij ervan? Oh, die vlek op jou. Ja, ik weet het. Ja, mooi. Het ziet er wel leuk uit. Een stuk natuurlijker, geen gekke scheidingslijn, dus... Nee, hè? Inderdaad, ik was ook bang dat ik echt zo'n streep zou hebben, maar dat zie ik inderdaad niet te zitten. Dus, wat vinden we van deze try DIY? Duimpje omhoog, duimpje naar beneden, een wisselend duimpje. Twijfel. Wat ga jij hem geven? Ik geef het zeg maar... Ik denk in dit. Een wisselend duimpje, omdat het wel echt werkt. Ik bedoel, dat kunnen we niet zeg maar negeren. Ja. Maar ik had wel verwacht dat het iets beter zou werken. Omdat ik ook had gezien hoe het bij anderen was uitgepakt. Ja, ik had verwacht dat het beter zou werken. Maar ook, het is uiteindelijk geen haarverf. Dus in hoeverre dit heel goed is voor je haar. Ja, maar het voelt wel prima. Vind ik twijfelachtig. Ja. Dus. Maar het ziet er niet zeg maar slechter uit dan als ik het met ander iets had geverfd. Nee. En verf is natuurlijk nooit goed voor je haar, we know. Dat is waar. Maar ik vind dat we deze try DIY zeker wel een stukje van een duimpje omhoog moeten geven. Oké. Ik kan op deze manier misschien ook kijken of je kleuren leuk vindt staan bij jou. Dus je kan ook voor een wat gekker kleurtje gaan. Ja, en het gaat er wel uit op den duur. Als het goed is zou het iets van 3 tot 4 keer wasbeurten kunnen blijven. En daarna is het dan echt wel eruit en is het als het goed is gewoon je eigen haarkleur. Of dat hoop ik tenminste dat dat weer terug gaat. En als je gewoon dus nog lichte haar hebt, dan kan ik me voorstellen dat het nog wel veel verder uit gaat pakken. En dan is het denk ik helemaal leuk. Maar je moet zeker wel gekleurd haar of lichter gekleurd haar hebben. Nou, we hopen dat jullie het leuk vonden om deze try DIY te zien. Wij zijn heel erg bekend of jullie er al bekend... We zijn heel erg benieuwd of jullie er al bekend mee waren. Of dat jullie nog andere gekke technieken weten om je haar een kleurtje te geven. Laat het zeker even weten in de comments. Vergeet je zeker ook niet te abonneren op ons YouTube kanaal. En om deze video een duimpje omhoog te geven. Hartstikke bedankt voor het kijken. En tot in de volgende video. Doei! Doei.